harte welkom bij het afscheid van onze burgemeester Han Noten hier in de Spil in Nieuw-Leuzen. Fijn dat u er allemaal bent. Speciaal welkom natuurlijk voor Han en Dorothee, Hendrik en Olivia, Bram, Mart en Lotte, verdere familie en vrienden. Welkom commissaris van de Koning Andries Heidema. En ook een herzliches welkom burgemeester onze Partnergemeinde Hürstel, Herr Ostholthoff. Voordat we verder gaan, nemen wij u mee in het programma van vanmiddag. Het programma loopt dan straks zonder onderbreking aan één stuk door. Als eerste zal Jos Raamaker, als langzittend raadslid, Johan, toespreken namens de gemeenteraad van Dalfsen. Daarna volgt een muzikaal optreden van Esther Groeneberg. Esther komt van oorsprong ook hier uit Nieuw-Leuzen. Vervolgens zal wethouder Ruud van Leeuwen namens het college van burgemeester en wethouders het woord tot Han en Dorothee richten. Daarna hebben wij een bijzondere verrassing. Daar zijn we nog even een beetje geheimzinnig over. De commissaris van de Koningin zal vervolgens uitgenodigd worden om het woord te voeren. En tot slot, Han, krijg je zelf de microfoon in de hand om iets te zeggen tegen alle aanwezigen hier. Want je hebt aangegeven dat je dat heel graag zou willen. Mag ik Jos Raamaker uitnodigen naar voren te komen? Jos, aan jou het woord. Want je bent een man van veel afwisseling en vooral van uitdaging. Een zeer snelle denker. Je kunt zeer snel schakelen en op zijn platdalsers gezegd al de machtige, snelle en deskundige bestuurder van huis uit. Maar ja, dat heb je ook vastgeleerd in de Eerste Kamer. Dan heb je een goed stageadres gehad voordat je naar Dalfsen kwam als burgemeester. In de raad kon je zo tijdens een raadsvergadering een agendapunt splitsen in twee delen om het agendapunt erdoor te krijgen. En dat lukte ook nog vaak. En als het wat traag ging achter de collegetaal, dan hoor ik je nog zeggen. Ik hoor de wethouder zeggen, of wat het zo bedoelt. En dan ging het nog sneller om het agendapunt erdoor te krijgen. Je was een vlotte spreker. En beginnen met de plaatselijke belangenavond altijd. Ik ben Han Noten, uw burgemeester. Ik kom uit Limburg met de zachte G en doe ik het goed. Han, je gaat ons nu echt verlaten. De meeste noten zijn gekraakt in jouw periode in onze raad en onze gemeente. Maar niet zonder lege handen van de raad. We hebben gemeente iets meer te moeten geven. Wat we al in huis hadden. Ook toevallig uit je eigen kamer. Om de kosten voor onze begroting volgend jaar wat te drukken. Het is een schilderij geworden en ik mag hem je nu aanbieden. Ik hoop dat je het mooi vindt. Nou, Dorothee die vond het wel mooi. Dus die ook in spraak gaat. Het gaat je goed namens de gemeente. Of namens de raad, de Griffie. Veel succes bij je nieuwe uitdaging bij de Ambulance Dienst Nederland. Blijf goed bij de tijd voor Dalfsen, zodat we verzekerd zijn van hulpdiensten die hier op tijd zijn. In onze mooie gemeente Dalfsen. Het gaat je goed namens ons allen, maar zeker speciaal namens de raad en de Griffie. Dank u wel. Welkom, goedemiddag allemaal. Gaat het goed hier? Ja? Is het mooi? Fijn. Nou, ik vond het een hele eer dat ik ook was gevraagd om hier wat te mogen zingen. Ik ben Esther Groeneberg. En voor mij is het heel leuk dat ik even hier weer in Nieuw-Leuzen terug mag zijn. Waar ik de eerste 19 jaar van mijn leven heb gewoond. En daarom wil ik graag ook dit volgende liedje doen. You've Got a Friend. En jullie mogen meezingen als jullie het leuk vinden. Dus zingen met z'n allen toe, dat is ook leuk. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon dankzij de nauwe samenwerking bij
projecten als het Waterfront en de Spul heb ik ongelooflijk veel van je geleerd. Als geen ander bezit jij het vermogen om een probleem uit te kleden tot de essentie terug te brengen. En daardoor is het ook voor ons gewone stervelingen te begrijpen. Een veelgebezigde uitspraak van jou is: leg alles maar op tafel. Dan weten we wat er speelt. En misschien typeert deze uitspraak je ook wel het best open en zonder zaken achter te houden het gesprek aangaan. Je denkt dat je nu wat meer rust gaat krijgen en ik gun het je ook van ganser harte. Vooruitlopend daarop heb je samen met Dorothee een schip gekocht. En dit vond ik echt het allermooiste wat ik in die schatkamer heb gevonden. Die zou ik je graag even willen overhandigen. Kun je een paar passen naar voren doen? Ik zou zeggen, behoud de vaart. Afrondend, ik ga je missen. Vooral tijdens de BNW-vergaderingen waarin wij als college op onnavolgbare wijze besluiten hebben genomen. Werkelijk onnavolgbaar, omdat er ook wel eens een lied werd gezongen. En jouw versie van Theo, weer vaar naar Lodz trilt nog na in mijn, op mijn trommelvisie. We hebben dankzij die humor uiteindelijk heel veel bereikt. En altijd het besef gehad dat we samen voor de klus stonden. Jij zult ongetwijfeld heel stoer zeggen dat je ons niet gaat missen. Wij weten beter. Maar één ding weet ik zeker. En dat is dat jij iets gaat missen. Nee, dat is niet de Spul, maar er moet nu iets verschijnen. En laat dat nou ook in dat interview gestaan hebben. Het uitzicht ga je missen. De schatkist is leeg, dus die OZB-verhoging was terecht. Han, bedankt. Dalsen en noten, dat was een combinatie die paste gewoon helemaal. En bij jouw herbenoeming bleek ook wel de grote waardering die er voor jou functioneren als burgemeester was. En voor veel mensen, in Dalsen, maar ook daarbuiten, ja, kwam jouw aangekondigde vertrek toch als een verrassing. En ook ik als commissaris vind het jammer dat je gaat, ook als oud-collega. We hebben jaren mogen samenwerken, maar ja, ik respecteer zeer en ik snap ook je beslissing om je energie in een nieuwe uitdaging te gaan steken. Want met het oog op al jouw bestuurlijke verdiensten vind ik het fijn om jou te mogen vertellen dat het ook zijn de majesteit de koning heeft behaagd om jou koning te onderscheiden. Als ridder in de orde van Oranje-Nassau, ik wil jou en ook Dorothee vragen om samen even op het podium te komen. Want Han is als burgemeester natuurlijk en ook in al die andere rollen trekken geweest, maar Dorothee als maatje stond altijd naast. Ik vind het echt heel fijn dat je er bent. Tussen de middag mocht ik bij de bijeenkomst met de burgemeesters uit de regio zijn. En toen vertelde ik ze dat ik vreselijk opzag tegen deze dag. Moet ik erbij? Dit is echt, zo gaat het al 8 jaar. Wij wisten dat dit ging gebeuren, dat hij zo de microfoon zou pakken, maar het gaat niet door. Dank u, commissaris, voor uw prachtige woorden en voor de prachtige verrassing voor Han. Hij zal er vast enorm trots op zijn. En nou zien wij u denken, nou, wij zien niet zoveel, maar hij heeft het toch goed voor elkaar. Nou, dat heeft hij ook. Een fijn gezin,
Hij woont leuk, had een leuke baan als burgemeester van een prachtige gemeente en nu nog weer een prachtige onderscheiding. Nee, we bedoelen eigenlijk wat anders. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat wij hier staan. Twee van de vijf secretaresses die het secretariaat bemensen, heeft hij zover gekregen dat ze vanmiddag achter sprekers gestoten staan. Nou zijn secretaresses over het algemeen dames die zich a. overal mee bemoeien, b. die overal wat van vinden, c. die van alles regelen. En als het nodig is, houden we ook nog de koeien tegen. Maar dan absoluut op de achtergrond. Maar bij de voorbereidingen van deze middag gaf Han aan dat hij graag zou zien dat wij dit programma zouden presenteren. En speciaal voor Han zijn we vroeg opgestaan. Hebben wij de krulspelden ingedaan? Hebben wij ons jurkje gestreken? We hebben Val die sper gehaald en nog veel meer van dat soort dingen. Maar we doen het met liefde. Speciaal voor Han, omdat wij in Han een heel plezierige man hebben gehad om mee te mogen samenwerken. Die ons heel veel ruimte gaf, die zorgde voor ontzettend veel werk, maar die altijd blij was met datgene wat wij voor hem deden. Die ons het afgelopen jaar als dank voor al dat vele werk zelfs trakteerde op een homemade vijfgangen diner met wijnarrangement. We zijn wel stiekem hoe hij de agenda straks gaat regelen. Nu is de beurt aan Han. Ben je er klaar voor? Ik krijg nu de microfoon. Oké, waar was ik? Waar ik was? Ik was bij het punt dat ik tussen de middag mijn collega burgemeesters vertelde dat ik hier vreselijk tegenop zag. En dat ik het gevoel had wat je als klein kind kon hebben bij een verjaardag. Dat je dan bang was dat niemand kwam. En mijn collega's moesten allemaal hartelijk lachen. Maar dat was wel het gevoel wat ik had. En ik weet ook zeker dat dat het gevoel is wat zij straks hebben. En dat het ambt van burgemeester is een hele bijzondere positie. Je staat midden in de gemeenschap, maar gelijktijdig ook niet. Ik heb dat de afgelopen dagen ook een paar keer proberen uit te leggen. Je bent eigenlijk een soort mystificatie. Mensen denken bijvoorbeeld dat je boven de partijen staat. En je probeert die suggestie ook in stand te houden, want die is ontzettend belangrijk. Dus als je partijdigheid verweten wordt, ontken je dat ten zeerste en ten stelligste. Sterker nog, je voelt je dan in je persoonlijke integriteit aangesproken. En dat is wat mensen van je verwachten. En die rol moet je dus ook echt vervullen. Mensen verwachten dat je rustig bent op alle momenten en overwicht hebt. Mensen denken dat je goed luistert en dat je geïnteresseerd bent in iedereen. En dat moet je ook doen. En dat ben je ook. Maar gelijktijdig heb je natuurlijk ook altijd jezelf bij je. Je eigen ziel, je eigen zaligheid, je eigen verleden, je eigen twijfels. En die twee werelden bij elkaar brengen heb ik soms heel ingewikkeld gevonden. Ik heb ze alle twee lief, die werelden, die van mezelf en die van mijn rol. En maar soms was het echt ingewikkeld. Want ja, Jos, ik vond het soms echt lang duren, die besluitvorming. En ik heb het ook bij de laatste raad gezegd. Weet je, sommige dingen kun je niet stap voor stap doen. En sloot overspringen, stap voor stap, is onverstandig. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet aanlopen springen. En pas besluiten nemen op het moment dat je alles overzien hebt en alle consequenties in beeld hebt, dan was dit er nooit gekomen. Want heel eerlijk gezegd, toen we besloten om dit te gaan doen, hadden we geen idee wat we gingen doen. We wisten wel dat we hier iets wilden ontwikkelen, maar we wisten niet precies wat het zou zijn. Omdat dat pas gaandeweg is gebeurd. Je bent met elkaar in gesprek gegaan en je hebt samen plannen gemaakt. Dat maakt openbaar bestuur ingewikkeld, maar gelijktijdig ook gewoon zo mooi, zo prachtig. Ik heb me echt voorgenomen om hier niet mijn vrouw te bedanken. Dat ga ik dus ook gewoon niet doen. En in de krant staat, weet je, dat ken je dan ook, ik heb veel afscheiden meegemaakt. Mijn vrouw stond al die jaren achter me, dat vind ik echt een heel raar idee, dat je vrouw achter je staat. Dus mijn vrouw heeft nooit achter mij gestaan.
Dat kan ik soms voor me, soms naast me. Maar achter me heb ik er nooit aangetroffen. En het was gewoon goed. Het was gewoon een goede tijd. Iedereen heel erg bedankt. Ik wens u heel veel geluk met Erika van Lente. Daar gaat u het ook goed mee hebben. Mochten we elkaar blijven tegenkomen, zwaar namen als ik voorbij fiets, zou fijn vinden. Dank u wel.